Deze les is een beetje anders dan de andere. Hij past namelijk niet specifiek bij één cultuurhistorische periode, maar gaat over een meer algemeen idee, namelijk dat van de klassieke schilderkunst. En de periode van de klassieke schilderkunst loopt van het begin van de Renaissance tot het einde van de Romantiek. Dat is dus zo'n beetje 500 jaar in totaal. Laten we dan maar bij het begin beginnen, de Renaissance. Dat is de periode die volgde op de middeleeuwen. En het leven van de mensen in Europa en dus ook het culturele leven werd bepaald door het christelijke geloof. Maar in de loop van de 15e en de 16e eeuw komt er naast het christendom de mogelijkheid om ook andere culturele bronnen aan te boren, waarvan de belangrijkste die van de Grieks-Romeinse oudheid is. Daarnaast krijgen ook wetenschappers en filosofen steeds meer ruimte om dingen te onderzoeken. Ruimte die er in de streng gelovige middeleeuwen niet was. Soms wordt de Renaissance daarom ook wel het begin van de moderne tijd genoemd. Veel ideeën over het leven en de wereld die we nu nog hebben, die beginnen te ontstaan in de Renaissance. Op het gebied van geneeskunde, biologie, natuurkunde, wiskunde, techniek, geografie, ga zo maar. Voordat ik begin met de kunst, nog één ding. Dat idee dat de Renaissance het begin is van een tijdperk waarin we nog steeds leven, daar zijn we in de 21ste eeuw toch wel iets anders over gaan denken. We geloven niet meer zo in de kracht van vooruitgang. De vooruitgang die begon in de 15e eeuw. We weten dat vooruitgang namelijk niet altijd leidt tot het goede, maar vaak ook leidt tot het kwade. Oorlog, overbevolking, massaconsumptie en de vernietiging van natuurlijke energiebronnen en het klimaat. Sommige wetenschappers vinden dan ook dat de tijd van vooruitgang die in de Renaissance is begonnen, eigenlijk alweer voorbij is. Dat we nu leven in een tijd na de moderne tijd, namelijk de postmoderne tijd. Goed, de tijd zal het leren. Hoe dan ook, dit verandert wel een klein beetje onze blik op klassieke kunst uit de 15e tot de 19e eeuw. Lange tijd werd gedacht dat die kunst het hoogste was dat de mens kon voortbrengen. Dat geldt overigens ook voor klassieke muziek, klassieke bouwkunst, klassieke dans enzovoort. Maar misschien is het handiger om klassieke kunst gewoon te beschouwen als het product van een tijd. Als een van de belangrijkste culturele blokken uit de cultuurgeschiedenis, waar net zo goed de middeleeuwen, de moderne kunst en dus onze eigen tijd deel van uitmaken. Maar één ding is zeker, klassieke kunst zal altijd blijven bestaan. Als we er maar goed voor blijven zorgen. Als we de term Renaissance kunst gebruiken, dan hebben we het over kunst uit Europa in de 15e en de 16e eeuw. De belangrijkste plaatsen waar kunst werd gemaakt in die tijd waren Italië en het gebied dat we nu België of Vlaanderen eigenlijk noemen. Dit is de stad Florence, die vaak wordt genoemd als de stad waar de Renaissance begon. In de loop van de 16e eeuw heeft de Renaissance-stijl zich dan over zo'n beetje heel Europa verspreid en heeft die zelfs Noord- en Zuid-Amerika bereikt, dankzij de veroveraars die daar met hun schepen naartoe gingen. Schilderkunst uit de Renaissance heeft veel verschillende kenmerken. Allereerst is het gegeven dat voorstellingen realistischer zijn dan die uit de periode daarvoor, de middeleeuwen. Dat streven naar realisme sluit goed aan bij de interesse in de mens en de wereld die past bij de wetenschap van die periode. Om zo natuurgetrouw mogelijk de wereld af te beelden, was het van belang voor kunstenaars om de echte wereld goed te bestuderen. Landschappen, dieren en uiteraard ook het menselijk lichaam en hoe dat beweegt en hoe emoties op het gezicht eruit zien. Dat soort nauwkeurige bestudering van de zichtbare wereld werd in de middeleeuwen niet gedaan. Daar had de christelijke kerk namelijk geen belang bij. Integendeel, het meest geweldige voorbeeld zijn aantekeningenboeken van Leonardo da Vinci, waarin hij tot in detail allerlei tekeningen maakte van alles wat hij maar kon bestuderen. Het tweede kenmerk van Renaissance kunst is de interesse in de klassieke oudheid en het idee dat wat de Grieken en de Romeinen hadden gedaan en gemaakt volmaakt of perfect was.
Beeldhouwers en architecten kopieerden klassieke sculpturen en gebouwen die nog terug te vinden waren overal in Europa, met name in Zuid-Europa. Maar schilderijen van de Grieken en de Romeinen, ja, die waren er niet meer. Hoewel we wel weten dat die in de klassieke oudheid werden gemaakt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen schilderijen kunt maken met klassieke voorstellingen die gebaseerd waren op sculpturen en gebouwen. En uiteraard waren er talloze verhalen van Griekse en Romeinse schrijvers die genoeg inspiratie konden leveren. Een interessant voorbeeld is deze tekening van de Nederlandse kunstenaar Hendrik Goltzius uit 1592. Hij laat twee mannen zien die het klassieke beeld bestuderen dat we de Hercules Farnese gaan noemen. Dat beeld was halverwege de 16e eeuw teruggevonden in Rome en dat was precies de reden dat er van overal uit Europa kunstenaars naar Italië kwamen om dit soort beelden in het echt te kunnen aanschouwen. Je moet je wel goed blijven realiseren dat deze interesse in de klassieke mythologie en kunst kon bestaan naast het strenge christelijke geloof dat mensen in Europa nog altijd aanhingen. Het was dus niet zo dat ook Zeus en Apollo weer aanbeden werden. Het grootste gedeelte van de kunst in de Renaissance heeft dus ook nog altijd christelijke thema's. Dus die twee enorme bronnen van verhalen, de Bijbel en de Grieks-Romeinse mythologie, die konden prima naast elkaar bestaan. Sterker nog, daar wordt de kunst natuurlijk ook niet slechter van. Dus, we hebben christelijke thema's, mythologische thema's, maar er is nog een derde kenmerkend thema uit de Renaissance en dat is de eigen tijd zelf. En dat zien we vooral terug in portretten. De vraag naar portretten was sinds de middeleeuwen enorm gegroeid, omdat er nou eenmaal meer mensen waren die behoefte hadden aan een portret van zichzelf. Deze Lisa Gherardini was er zo eentje. Ook kunstenaars beelden zichzelf regelmatig af. Zo zie je hier een zelfportret van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer. Hij laat zichzelf zien voor een raam met daarin de wereld die hij bestudeerde en schilderde. En we zien hier dus een zelfbewuste, studerende kunstenaar uit de Renaissance. Kunstenaars uit Italië en uit Noord-Europa hadden wel een iets wat andere stijl. De Noorderlingen hadden natuurlijk niet de klassieke bronnen naast de deur liggen, dus die baseerden hun stijl vooral op wat ze indirect wisten van de Italianen. En de Italianen streefden dan weer naar perfecte schoonheid. Dat zie je bijvoorbeeld in dit werk, de Annunciatie van Leonardo. En dan specifiek in de figuur van de aartsengel Gabriel. Kijk maar eens naar het patroon dat Leonardo creëert met de bomen en hoe dat bijna naadloos overloopt in het gezicht van de aartsengel die Maria komt verkondigen dat ze zwanger is. Dat is de Annunciatie. En die vormen lopen dan weer over in de vouwen van de doeken om het lichaam van de engel. Het creëren van ultieme schoonheid was het belangrijkste uitgangspunt voor veel kunstenaars rond 1500, waarvan Leonardo een van de bekendste voorbeelden. Toch zie je in de klassieke schilderkunst dat het idee van klassieke schoonheid in de tijd telkens verandert. Esthetische normen noemen we dat, of esthetiek, die verandert. Ook in die 500 jaar klassieke schilderkunst. Nou, dat, hoe dat verandert en hoe dat eruit ziet, zal ik deze les laten zien. Het eerste werk waar we naar gaan kijken is ook meteen het oudste. Het is gemaakt door Fra Angelico, een belangrijke kunstenaar uit de hele vroege Renaissance, dus echt begin 15e eeuw. Hij werkte voornamelijk in Florence, maar maakte ook wel eens iets voor de pausen in Rome. Zoals je ziet is dit een werk met een Bijbels thema. Dat betekent overigens niet dat de kerk ook per se de opdrachtgever was van dit werk. Ook de adel had er vaak belang bij om kunst met Bijbelse thema's te bestellen. Want daarmee lieten ze zien hoe vroom ze waren, hè? Hoe goed ze zich hielden aan de regels van de kerk. En voor het volk was het natuurlijk belangrijk om te weten dat hun machthebbers in elk geval in de hemel zouden komen. Hè? Zelfs als ze weer een vijandige stad hadden geplunderd. We zien hier de maagd Maria en haar zoon Jezus. Maria draagt een blauw gewaad, dat is in bijna alle schilderijen met Maria het geval.
en Jezus draagt roze. Dit schilderij is belangrijk omdat het eigenlijk nog met één been in het verleden staat en met één been in die nieuwe tijd die we dus renaissance zijn gaan noemen. Het materiaalgebruik van Fra Angelico is enigszins ouderwets en is ook wat we veel zien in de middeleeuwse kunst. We zien veel goud en de kleur blauw die gemaakt was van de kostbare edelstenen lapis lazuli, die werd helemaal in Afghanistan gevonden en naar Europa gebracht en dan vijgen malen en daar werd dan verf van gemaakt. Dan krijg je dat mooie blauw, maar dat was dus onwijs kostbaar. Naast nog eens dat goud. Het is dus zo dat voor mensen in de middeleeuwen de waarde van het schilderij min of meer gelijk was aan de waarde van de materialen. Dus dit was een heel duur schilderij, want de materialen waren duur. Maar in de renaissance verandert dat. Daar is de esthetische waarde veel belangrijker. Dus het artistieke talent van de kunstenaar en de kunstzinnige prestatie die hij levert, die wegen ook enorm mee in de waarde van een kunstwerk. En dat zien we in dit werk ook al een beetje terug. Kijk, in een vergelijkbaar werk uit de middeleeuwen zou het gouden doek achter Maria namelijk gewoon een plat vlak zijn, een gouden achtergrond. Maar Fra Angelico gebruikt ook, die gebruikt ook wel goudverf, maar laat het veel meer op een echt doek lijken. Het wordt door die engeltjes gevouwen. Dat geldt ook voor dat blauwe gewaad van Maria. Fra Angelico zorgt voor wat we noemen een realistische stofuitdrukking. En er zijn nog wel meer aspecten realistisch aan het werk. Realistischer in elk geval dan het in de middeleeuwen zou zijn geweest. Een tweede is de emotie die bij de personages te zien is. Goed, het zijn nog geen hele theatrale emoties zoals we later in de kunstgeschiedenis zullen zien. Maar we geloven wel dat Maria voelt wat ze voelt en doet wat ze doet. Ze beschermt haar zoon. Daar hoef je niet religieus voor te zijn om een moeder te herkennen die haar zoon beschermt. En een derde realistisch kenmerk is de dieptewerking die Fra Angelico creëert. Kijk maar eens naar de verhoging waarop Maria zit. Die helpt de blik van de toeschouwer eigenlijk de diepte in. Geen hele verre diepte, maar een klein beetje diepte na de troon van Maria, die wij overigens niet zien omdat ze haar jurk daaroverheen heeft gelegd. En kijk ook maar eens naar het hoofd van babytje Jezus. Dat lijkt echt rond, hè? Driedimensionaal rond. Niet zo, maar echt een bol. In de middeleeuwen zou dat veel platter zijn geweest. Tijdgenoten schreven over Fra Angelico dat hij een heel erg gelovig man was en dat hij in staat was om dat over te brengen op zijn publiek. Dit kleine schilderijtje is gemaakt door een veel bekendere kunstenaar, namelijk Sandro Botticelli. Ook hij werkt in Florence, voor de familie de Medici, de machtige adellijke familie in Florence. En Botticelli was tijdens zijn leven echt al een soort beroemdheid. Het onderwerp van zijn schilderij is ook de Annunciatie, zoals we eerder in de inleiding bij Leonardo hebben gezien. Botticelli laat ook dat moment zien, hè, dat de aartsengel Gabriel de Maagd Maria komt verkondigen dat ze de moeder van de Zoon van God zal worden. En Botticelli doet iets interessants. We kunnen Maria namelijk alleen maar zien omdat er een gordijn omhoog is getrokken. Dus eigenlijk zijn we helemaal niet zo welkom bij dit moment. Alleen de kunstenaar zorgt er zogenaamd voor dat we toch kunnen meekijken. Nou, dat zullen we later nog een keertje gaan zien bij het werk van Vermeer in de Gouden Eeuw. Komt later. En let ook eens op het contrast tussen de harde lijnen van de geschilderde architectuur en de vloeiende lijnen, organische lijnen van het gordijn en de kleding van de figuur. De doeken die over de meubels achter Maria liggen, die zijn zelfs zo dun dat we er een soort van doorheen kunnen kijken. Nou, dat is pas echt realistische stofuitdrukking. Botticelli was bovendien een meester in het creëren van ruimtelijkheid. De ramen op de achtergrond die bieden een blik op de natuur buiten het huis. Dus eigenlijk heeft het werk als het ware drie dimensies. De voorgrond met die strakke zuilen, het midden waar de figuren staan en de achtergrond met een landschap in de verte.
hoe krijgt die Botticelli dat nou voor elkaar? Nou, door gebruik te maken van iets wat we centraal perspectief noemen, of lineair perspectief, of lijnperspectief, er zijn verschillende woorden voor. Kijk, als je naar die denkbeeldige lijnen in de voorgrond van het werk, als je die nou doortrekt naar achter, dan komen ze bij het zogenaamde verdwijnpunt in de verte allemaal bij elkaar. En daardoor lijken de figuren echt in een driedimensionale ruimte te staan. Je hebt dit vroeger in de brugklas wel eens moeten doen, hè? Dan moet je zo'n weg tekenen. En die weg wordt, of een spoorbaan, weet ik veel. En die wordt naarmate je verder weg gaat, wordt die smaller. En dan krijg je een realistische dieptewerking. De boompjes die ernaast staan worden kleiner. Nou ja, je snapt het. Wat Botticelli deed met perspectief en die klassieke elementen, dat was hartstikke hip in die tijd. Dus laten we nog eens even een ander werk van hem bekijken. Deze, Venus en Mars. Het heeft een beetje een ongebruikelijke vorm, hè, dat schilderij. Het ligt eigenlijk zo, het is breder dan dat het hoog is. Dat is redelijk ongebruikelijk in die tijd. Maar dat komt omdat het bedoeld was om in een interieur te hangen in een paleis. Hè. Dus boven een bed of boven een bank, stel ik me zo voor. En ja, dat geeft maar weer eens aan dat in de Renaissance kunst altijd in opdracht werd gemaakt. Soms voor de kerk, maar deze lijkt me niet per se gemaakt voor de kerk, maar eerder in opdracht van een rijke hertog. Rechts in de voorstelling ligt de oorlogsgod Mars te slapen. Zijn helm en speer die worden van hem afgepakt. En links ligt Venus, de godin van de liefde. Afrodite in het Grieks, maar in de Renaissance worden altijd de Romeinse namen van de goden gebruikt. Hè, omdat we vaak in Italië zitten in dit verhaal. Dus dan gebruiken ze de Romeinse benaming, in dit geval dus Venus. En als je zo naar dit schilderij kijkt, dan zou je haast denken dat Mars en Venus even hiervoor nog lekker de liefde hebben bedreven met elkaar. Dit is uiteraard een verzonnen voorstelling, hè? Een allegorische voorstelling. Het gaat namelijk over de kracht van de liefde. Zij is wakker, hij slaapt. Hè? De liefde wint hier van de oorlog. Nou, dat past natuurlijk prima boven een bed van een hoveling. En omdat het een verzonnen voorstelling uit de klassieke oudheid is, moest Botticelli dus inspiratie opdoen bij wat hij wel kon vinden uit die tijd. Het kleed van Venus is gebaseerd op de kleding die hij zag in klassieke vrouwensculpturen. En de manier waarop Mars en Venus erbij liggen, had hij gezien op een oude Romeinse grafkist die op dat moment bekend was. Omdat Botticelli zo beroemd is, nog eentje dan, en dan meteen maar zijn bekendste werk. Deze heb je vast wel eens gezien, De Geboorte van Venus. Dan hebben we er weer, dezelfde Venus. Volgens de mythe wordt zij niet geboren uit een mens, maar uit het schuim in de zee. En hier zien we hoe ze aankomt gespoeld op een enorme schelp. Schoonheid en liefde die komen hier naar de wereld van de mensen toe. Dat is het verhaal. Botticelli's Venus, die is gebaseerd op deze Venus dus, is gebaseerd op Romeinse en Griekse beelden die hij kende. Vooral die contrapposto houding van die beelden, die had hij goed afgekeken en toegepast op zijn figuur. En als je goed kijkt, zie je dat precies achter haar navel het verdwijnpunt ligt. Kijk, wat Botticelli maakt is dus echt kunst. Hij schildert wat wij denken dat de werkelijkheid is of geweest is, maar hij verzint dit natuurlijk zelf. Die godin die op een schelp aan land komt drijven om de schoonheid naar de mensen te brengen. Botticelli maakt van dat beeld de werkelijkheid. Andere kunstenaar, Andrea Mantegna, die werkte in de tweede helft van de 15e eeuw, zo'n beetje tegelijk met Botticelli, maar hij werkte niet in Florence, maar in het noorden van Italië, in de steden Padua en Mantua. Uit het werk van Mantegna kunnen we afleiden dat ze ook daar gefascineerd waren door de geschiedenis en de kunst uit de Romeinse tijd. Op dit werk van Mantegna zien we Dido. Dido was de koningin van Carthago, een stad in Noord-Afrika. Zij speelt een grote rol in een van de bekendste teksten uit de Romeinse tijd, geschreven door de dichter Virgilius. Daarin wordt Dido verliefd op de Trojaanse held Aeneas. Die was gevlucht na de Trojaanse oorlog. En die was dus daarbij Dido terechtgekomen. En die werd natuurlijk meteen verliefd op zo'n knappe Trojaanse held. Maar Aeneas kon niet lang bij haar blijven, want hij had de heilige taak gekregen om na de vernietiging van Troje een nieuwe stad te stichten in Italië.
Nou, dat zou uiteindelijk Rome worden. En als Aeneas haar verlaat, dan wordt zij gek van verdriet en pleegt ze uiteindelijk zelfmoord. En op het werk van Mantegna zien we precies dat moment. Ze bereidt zich voor op haar dood. Op de achtergrond heeft ze de brandstapel al opgebouwd en in haar hand houdt ze het zwaard vast dat Aeneas achter heeft gelaten en dat ze zal gebruiken om zichzelf van het leven te beroven. Dit is een bijzonder schilderij, net als bij Botticelli staat Dido in die klassieke contrapposto houding die we kennen van klassieke sculpturen. Maar wat meteen opvalt aan dit werk van Mantegna is dat het min of meer in één kleur is geschilderd, een soort geel-oranje-achtig. Dat noemen we monochroom. Dat doet Mantegna niet zomaar monochroom schilderen, want hierdoor krijgt zijn schilderij van Dido een beetje hetzelfde karakter als een bronzen beeld. Het is een ander werk van Mantegna met een Bijbelse voorstelling, dus niet een mythologische, maar een Bijbelse voorstelling. Christus toont de wonden van de kruisiging in zijn handen, de stigmata noemen we die. En in zijn voeten zitten die trouwens ook. Die toont hij aan ons. Hij wordt omhoog gehouden door twee engelen. Eentje in het rood, eentje in het blauw. Christus zit op een Romeinse sarcofaag. Een sarcofaag is een stenen grafkist. Dat ken je wel van de Egyptenaren. En naast zijn rechterhand kun je zien dat hij nog een beetje open staat. En op de grond links ligt de deksel ook nog. Nou, in dat hartstikke mooie landschap op de achtergrond begint ook de zon een beetje op te komen. En rechts achterin zien we de berg waarop hij is gekruisigd. Hier heeft Mantegna echt wel zijn best op gedaan. Dat kan niet anders, dat zie je gewoon. Hij heeft de menselijke anatomie bestudeerd om het lichaam van Christus zo realistisch mogelijk te maken. Hij heeft de natuur bestudeerd om dat landschap zo mooi te kunnen schilderen, inclusief dus dat licht van de zonsopkomst. Maar goed, als je naar de gezichten van Christus en die engelen kijkt, dan denk je toch, nee, we zijn er nog niet helemaal. En ze kijken best wel geforceerd verdrietig. Dat is helemaal niet erg, want daaruit blijkt dat we nog maar in het begin van de Renaissance zitten. Beter worden in iets doe je niet alleen. Beter worden is een collectieve prestatie. Kunstenaars in het algemeen worden steeds beter in het realistische weergeven van emoties. Dat is niet Mantegna in zijn eentje die dat ineens kan. Maar hij slaat wel weer een nieuwe weg in die latere kunstenaars hebben gevolgd. In de tijd dat Botticelli en Mantegna in Italië de grote hofkunstenaars waren, werd er in het land dat we nu België noemen ook al veel kunst gemaakt. En dat gebied met steden als Gent en Brugge, dat was gigantisch rijk in die tijd, met name door de stoffenhandel. Dus logischerwijs werkten daar ook beroemde kunstenaars, waarvan ik eventjes nu een paar zal uitlichten. De eerste is Jan van Eyck, die schilderde in 1434 een huwelijksportret van meneer en mevrouw Arnolfini. Dat hangt nu in de National Gallery in Londen en daar zijn ze heel trots op. Net als die Italiaanse kunstenaars in de 15e eeuw wilden de Vlamingen ook beter zijn dan wat ze kenden uit de middeleeuwen. Botticelli zat zich in Florence helemaal te verdiepen in centraal perspectief, maar van Eyck was veel meer geïnteresseerd in hoe hij realisme kon bereiken in de details van een voorstelling. Kijk maar eens naar de lamp en naar de spiegel in dit schilderij. Doordat die zo gedetailleerd zijn geschilderd, creëert Van Eyck de illusie dat we echt bij die mensen aanwezig zijn in die kamer. Om zo gedetailleerd te kunnen schilderen, waarbij elke glinstering en elk krasje opvalt, maakte Van Eyck gebruik van een nieuwe uitvinding, namelijk de olieverf. Met olieverf kon namelijk veel nauwkeuriger worden geschilderd dan met de verfsoort die daarvoor werd gebruikt, namelijk tempera. Met olieverf maakte Van Eyck ook dit andere beroemde werk, dat nu in het Louvre hangt. Daarop staat een rijke man uit die tijd, kanselier Rollin, en de maagd Maria. Op zich vreemd dat die twee samen zijn, maar kennelijk was dat de opdracht die Rollin aan Van Eyck had gegeven. Als je achter de handen van Rollin in de verte kijkt, dan zie je een landschap met wijnstokken. Het is makkelijk om te denken dat Rollin daar gewoon zat te poseren voor Van Eyck in een kasteel in zo'n wijngebied, maar zo werkt kunst natuurlijk niet. Laten we eens even wat inzoomen op dat landschap. We weten dat die Rollin de eigenaar was van wijngaarden in de streek, in Bourgondië.
En het is duidelijk dat Van Eyck de opdracht had gekregen om Rolijn niet alleen af te beelden als een vrome man, hè, hij zit naast Maria, dat is nog wel wat, maar ook dus als de eigenaar van die wijngaarden. Dus eigenlijk is het portret een soort samenstelling van verschillende voorstellingen die pas op het doek echt bij elkaar komen. En in werkelijkheid natuurlijk nooit samen zo hebben bestaan. Even terug naar die olieverf. Het verschil met tempera, wat ze daarvoor gebruikten, is heel simpel. Bij tempera worden kleurpigmenten vermengd met eidooien en bij olieverf met olie. Natuurlijk wel een soort olie die vrij snel opdroogt, zoals bijvoorbeeld lijnzaadolie. Maar wat er gebeurt als je pigmenten mengt met olie, is dat ze meer intensiteit krijgen, terwijl pigmenten met eidooien wel kleur geven, maar een veel vlakkere kleur. Bovendien kwamen de Vlamingen erachter dat als ze olieverf aanbracht op een witte ondergrond, dat de kleuren nog meer gingen spreken. Dus denk maar aan een boterham met jam, weet je wel. Met een laagje boter ertussen, dan krijgt die jam nog veel meer kleur. Dus dat deed ze vaak ook eerst een laagje wit eronder en dan die olieverf. Ook een andere bekende Vlaamse kunstenaar uit die tijd, Rogier van der Weijden, die werkte met olieverf. Dit is waarschijnlijk zijn beroemdste werk, hangt nu in het Prado Museum in Madrid. Het is het moment dat de gestorven Christus van het kruis wordt afgehaald. Dat noemen we ook wel een kruisafneming, zo'n thema. En het is zeker voor die tijd een heel groot werk. Het is 2,20 meter bij 2,60 meter. Dus de figuren die erop staan, die zijn bijna levensgroot. Op de voorgrond te herkennen aan haar blauwe jurk ligt Maria, die is flauw gevallen. Dat heeft Van der Weijden slim bedacht. Hè? Je gaat daardoor meeleven met het verdriet van die moeder, die zojuist haar zoon aan een kruis de pijp uit heeft zien gaan. En de rechterhand van Christus hangt naast die van zijn moeder. En daardoor gaan we ook de lichamen van Maria en Christus bijna als één geheel zien. Zij horen bij elkaar. Als je heel goed kijkt, zie je in de hoeken van het werk kleine kruisboogjes. Dat is een verwijzing naar de opdrachtgevers van dit werk, het gilde van boogschutters van de stad Leuven. Dat was in die tijd een soort exclusieve club voor rijke mannen. Ze zullen ook af en toe wel met pijl en boog hebben geschoten, maar het was vooral een soort vereniging, een beetje cool doen. En ze hadden dit werk besteld bij Van der Weijden niet om in hun eigen clubhuis op te hangen, maar om te schenken aan de kerk van de stad. En zo liet ze zien dat ze het geloof belangrijk vonden. Maar ze verwachten daar natuurlijk ook wel wat gunsten van de kerk voor terug, ze weten nou eenmaal. Net als bij Van Eyck zijn de details bij Van der Weijden ook fantastisch. Kijk maar eens goed naar die handen van Christus. Het bloed komt uit de wonden gestroomd en het lijkt zelfs van richting te veranderen, omdat Christus zelf nu op zijn zij wordt gekanteld. Dus dan gaat het stroompje bloed ook mee bewegen. Of zie je eens die tranen op de gezichten van de mensen die hem van het kruis afhalen. Dat kan alleen maar met olieverf. Zo fijn en gedetailleerd geschilderd worden. Nog één Vlaming dan. Dit is het werk van iets minder bekende Vlaamse meester Joachim Patinier. Hij maakte het zo rond 1520 in Antwerpen waar hij werkte. Nou, Antwerpen was in die tijd het belangrijkste handelscentrum van Noord-Europa. Totdat uiteindelijk Amsterdam die positie over zou nemen. En dat betekende dat er ook op kunstgebied genoeg te doen was. En dat dus individuele kunstenaars de enorme vraag naar kunst niet meer alleen aankonden. Dus ze richtten werkplaatsen op en namen assistenten in dienst. Dat zie je heel mooi op deze tekening die uit die periode komt. Zo'n werkplaats met meester en leerlingen / assistenten. En dat betekende ook dat kunstenaars zich moesten onderscheiden van de concurrentie om in de markt te blijven. En Patinier wist dat heel erg goed. Hij ontwikkelde een nieuw genre waarin het landschap niet langer alleen het decor van de voorstelling was, maar juist het grootste gedeelte van het doek zou vullen. En al snel zouden allerlei andere kunstenaars die specifieke stijl van Patinier overnemen en kunnen we spreken van het ontstaan van de klassieke landschapsschilderkunst. Nu is het tijd om naar de grote drie te gaan. Leonardo, Michelangelo en Raphaël.
De oudste van hem was Leonardo. Vermoedelijk is hij de man op deze tekening, maar dat weten we niet 100% zeker. We gaan er wel, tenminste deze afbeelding wordt vaak gebruikt om te laten zien hoe Leonardo eruit zag. Hij is vooral bekend als schilder, met name dankzij die Mona Lisa. Maar hij was ook een wetenschapper, een uitvinder, architect, beeldhouwer, een componist. Hij is eigenlijk het bekendste voorbeeld van wat we Uomo Universale noemen. Of Homo Universalis. Een intellectueel die uitblinkt op meer dan één terrein. Leonardo was halverwege de 15e eeuw geboren in het plaatsje Vinci. Maar hij werkte aan het begin van zijn leven vooral in Florence. En Florence was natuurlijk in die periode the place to be. En hij werkte daar aan het hof van de familie de Medici. En later zou hij ook nog in dienst zijn van het hof van Milaan en van de koning van Frankrijk. Waarom is die Leonardo nou zo bekend geworden? Dat heeft vooral te maken met het feit dat hij kunst en wetenschap echt wist samen te brengen. Hij bestudeerde hoe het water van een beekje stroomt. Hij bestudeerde wat er gebeurt als je daar een steen in legt, als er een andere stroomwater bij komt, enzovoort. En dan denk je, waarom doet hij dat? Nou, daar heb je wat aan als je een schilderij maakt waarop stromend water afgebeeld moet worden. En hij bestudeerde ook het menselijk lichaam. Hoe werken de pezen? De spieren? Hoe lopen de aderen? Hoe zien botten eruit? Daar ga je natuurlijk realistischer mensen van schilderen. Dat kan niet anders. Hoeveel werken Leonardo precies heeft geschilderd, dat weten we ook niet heel zeker. We hebben er in elk geval niet heel veel meer over. En toch zijn de werken die we wel nog in de musea kunnen bewonderen, ja, die zijn meer dan de moeite waard. Dit is niet even een schilderij, dit is een fresco. Muurschildering, de beroemde laatste avondmaal. Dat heeft hij uitgebracht op een muur in een klooster in Milaan. Nou, daar hangt het natuurlijk nog steeds. Nou, het is niet echt hangen, daar staat het natuurlijk nog steeds op die muur, want het is een fresco. Alleen het is wel behoorlijk beschadigd tegenwoordig. Dat komt omdat Leonardo in 1495 een soort experimentele techniek gebruikte, die helaas niet heel goed tegen de tijd bestand blijkt te zijn. Maar gelukkig is er nog genoeg wel te zien. Laten we even naar twee kenmerkende aspecten van Leonardo's kunst kijken. De eerste is zijn realistische weergave van emoties. En de klassieke oudheid was een van de belangrijkste kwaliteiten voor een kunstenaar al om het natuurgetrouw overbrengen van gevoelens of emoties van mensen heel veel nadruk te geven. En in zijn aantekeningen die we gelukkig nog hebben, schrijft Leonardo ook dat hij vindt dat een kunstenaar moet proberen om de ziel van een mens weer te geven. Dat zien we op dat laatste avondmaal heel goed. Je moet even goed bedenken waar deze scène over gaat. Hè? Christus heeft zojuist zijn 12 discipelen verteld dat één van hen hem zal verraden. Dat maakt hem natuurlijk verdrietig, maar hij is niet hysterisch. Hij is namelijk wel Jezus. Hij is niet hysterisch lopen doen. En al die discipelen die dat bericht gehoord hebben, die reageren op hun eigen manier. Dit is puur drama. Dit is een theater waarin alle menselijke emoties voorbij komen. Sommigen zijn geschokt, anderen geloven het niet. Ze vragen aan elkaar wat er aan de hand is. En helemaal links aan tafel staat één figuur op. Hij wil dichterbij komen omdat hij twijfelt of hij het goed gehoord heeft wat Christus zojuist zei. En vlakbij hem zit Judas, die duidelijk ontkent dat hij het zal zijn. Maar de toeschouwer van het werk weet dat het wel zo is. Judas is namelijk de verrader. Dit fresco was in de 15e eeuw al beroemd en er werden kleine afbeeldingen van gemaakt die werden verspreid door Europa, zodat jonge kunstenaars daarvan konden leren. Dit is bijvoorbeeld een kopie van een leerling van Leonardo, gemaakt op doek. En je ziet duidelijk dat deze jongen de emoties van figuren niet zo realistisch wist weer te geven als de grote meester zelf. Een tweede kenmerkend aspect van de schilderijen van Leonardo is dat hij heel goed nadacht over de onderlinge relatie tussen de figuren die op zijn werk staan. Dat klinkt logisch, maar dat was daarvoor nog niet echt gedaan. Leonardo wilde dat zijn personages samen het verhaal zouden vertellen. Er moest een soort eenheid zijn in het werk. En
ook dat zie je natuurlijk in het laatste avondmaal. Maar ook in dit werk, dat we kennen als de Madonna van de rotsen. Maria, de baby Jezus en Johannes de Doper. En de engel, die vormen met zijn vieren een geheel. Ze vormen een driehoekscompositie. Het samenvoegen van verschillende elementen tot een samenhangend geheel creëert, volgens Leonardo, een perfecte schoonheid. Zeker als het een driehoek is. De driehoek is namelijk een perfecte vorm. Een driehoek zorgt voor eenheid, een driehoek zorgt voor rust. En dat vond Leonardo niet alleen, dat vonden vele andere kunstenaars in de Renaissance net zo goed. De tweede van de grote drie Italiaanse meesters is Michelangelo Buonarroti, die we net als Leonardo gewoon even met zijn voornaam aanspreken. Die kerel is heel oud geworden, net geen 90, en was net als Leonardo opgeleid in Florence en net als Leonardo niet alleen schilder, maar ook beeldhouwer en architect. Nou, we kijken in het kader van deze les alleen even naar de fresco's die hij maakte, maar daarvoor moet je wel goed begrijpen dat hij minstens zo belangrijk is geweest als beeldhouwer en architect. En denk bijvoorbeeld maar aan het beeld van David. Of aan deze Pietà. Of aan de koepel van de kathedraal waarin die Pietà staat. De Sint-Pieter in Rome. Allemaal van Michelangelo. Maar we gaan nu dus eventjes, deze les gaat alleen over schilderkunst. Rome was ook de stad waar Michelangelo bijna zijn hele carrière heeft gewerkt en waar hij ook zijn beroemdste muur- en plafondschildering heeft gemaakt in de Sixtijnse kapel. Dat is de ruimte waarin in de Renaissancehal, maar ook nu nog trouwens, de kardinalen bij elkaar komen als er een nieuwe paus moet worden gekozen. De kapel is genoemd naar paus Sixtus IV, die deze in de 15e eeuw had laten bouwen. En begin de 16e eeuw kreeg Michelangelo van een andere paus, Julius II, de opdracht om de wanden van die heilige ruimte te decoreren. Op het plafond staan 9 scènes uit het boek Genesis, het eerste verhaal in het Oude Testament. De bekendste schildering is ongetwijfeld deze, waarop de schepping van de eerste mens door God afgebeeld is. God wordt omringd door allerlei figuren. Adam ligt daar alleen. Allebei lijken ze op goden of helden uit de Griekse mythologie. Het hadden ook zomaar Zeus en Herakles kunnen zijn, maar het zijn dus de christelijke God en Adam. Die Michelangelo deed natuurlijk een behoorlijke pose over het beschilderen van zo'n enorm oppervlak, liggend op zijn rug. In die tijd werd er veel gebouwd in Rome. En stuiten bouwers ook vaak op klassieke beelden uit de Romeinse tijd, zoals dit enorme beeld van de mythologische figuur Laocoon en zijn zonen. Dat beeld werd in het Vaticaan tentoongesteld, terwijl Michelangelo daar aan het werk was. Dus het kan niet anders dan dat hij elke dag even keek naar hoe de Romeinen het menselijk lichaam hadden afgebeeld en dat hij die kennis meenam naar zijn tuigje aan het plafond. De manier waarop Michelangelo mensen schildert is weer wat anders dan hoe Leonardo dat deed. Kijk maar eens naar het lichaam van Adam. Dat is typisch voor de stijl van Michelangelo. Hij tekent duidelijke contouren van het lichaam. Hij behandelt tweedimensionale figuren eigenlijk alsof het sculpturen zijn. Die staan ook los in de ruimte. Hij schreef zelf ooit: "Ik vind schilderkunst beter naarmate het meer op beeldhouwkunst lijkt." Hier zie je een andere figuur van dat plafond. Dit is een zogenaamde Sibylle. Sibyllen waren een soort Bijbelse waarzegsters die de komst van Christus hadden aangekondigd. En kijk eens naar hoe Michelangelo het lichaam van die Sibylle in verschillende richtingen draait. Alsof het een klassieke sculptuur is in een extreme contrapposto houding. Zeker omdat het een fresco is, moest Michelangelo natuurlijk wel veel ontwerpschetsen maken van zijn figuren. Zo kon hij uitzoeken welke lichaamshouding hij het meest geschikt vond. En ook van die schetsen zijn er gelukkig nog veel bewaard gebleven. In 1534 kreeg Michelangelo de opdracht om na dat plafond ook de achterwand van de Sixtijnse kapel te beschilderen. Daarop moest een ander belangrijk hoofdstuk uit het Oude Testament komen, namelijk dat van het Laatste Oordeel.
In de ongeveer 20 jaar nadat hij het plafond had beschilderd, was de stijl van Michelangelo natuurlijk ook wel wat veranderd. Het lijkt allemaal wat somberder. Hij was zelf inmiddels ook een oude man, dus nadenken over de dood deed hij steeds vaker. De centrale figuur in de voorstelling is Christus, die teruggekeerd is uit de dood. Hij laat, net als in het werk van Mantegna dat ik eerder liet zien, de wonden van de kruisdood zien, die stigmata. Hij kijkt naar beneden, waar de verschoppelingen staan, en met zijn rechterhand stuurt hij ze rechtstreeks naar de hel. Maar met zijn linkerhand wijst hij de mensen die goed geleefd hebben richting de hemel. Om hem heen staan heiligen en profeten die op de een of andere manier een beetje verbaasd zijn dat Christus weer op aarde verschijnt. Naast hem zit zijn moeder Maria, een beetje in dezelfde gedraaide houding als die Sibylle op het plafond. En dat doet ze omdat ze niet naar die verdoemde mensen daar rechts wil kijken. Rechts onder Christus zit de heilige Bartholomeus, dat was een martelaar die levend was gevild omdat hij het christelijke geloof verkondigde. En in zijn hand houdt hij zijn eigen huid. Maar daarmee is iets bijzonders aan de hand, want die huid lijkt namelijk verdacht veel op Michelangelo zelf. Die was na het maken van twee van dit soort enorme kunstwerken namelijk best wel klaar met zijn carrière. Het leven van Raphaël is op veel gebieden vergelijkbaar met dat van Michelangelo en Leonardo. Hij was een schilder en een ontwerper en een architect. Hij werkte voor pausen en voor hertogen. Hij was tijdens zijn leven echt een superster. Hij zette een grote kunstwerkplaats op waar die leerlingen opleidden die zelf weer beroemde kunstenaars werden, zoals bijvoorbeeld Giulio Romano. Raphaël was al jonger dan Leonardo en Michelangelo en kende hun werk natuurlijk. Toen hij nog maar 22 jaar oud was, schilderde hij dit werk, Madonna met kind. En Madonna is zijn naam, het woord dat we wel eens gebruiken om een schilderij van Maria af te beelden, noemen we dan Madonna. Raphaël was net in Florence aangekomen na zijn opleiding en in dit werk zie je meteen al de invloed van Michelangelo en Leonardo. De figuren hebben een schoonheid die in de 15e eeuw nog niet bereikt werd door schilders. De kleine Christus is bewegelijk, zoals de figuren van Michelangelo, maar het geheel is toch rustig door de evenwichtige compositie die we kennen van Leonardo. Bij Raphaël lijkt alles vanzelf te gaan, terwijl we van Leonardo en Michelangelo weten dat ze veel voorstudies maakten. Raphaël is een beetje de Lionel Messi van de Renaissance kunst. Het gaat er allemaal, het lijkt alsof het hem geen enkele moeite kost. De kunstenaarsbiograaf Giorgio Vasari, die zelf ook schilder was, schreef over de elegante eenvoud in het werk van Raphaël. Het lijkt in dit werk alsof het allemaal toevallig ineens klopt. Kijk maar eens naar dat verschil in hoogte tussen de hoofden van Maria en Jezus, hoe dat wordt gebalanceerd door de elementen in de achtergrond. Ongeveer 4 jaar nadat Raphaël in Florence was aangekomen, werd hem al gevraagd om voor paus Julius II in Rome te komen werken. Die paus waar Michelangelo ook in dienst was. Hij kon daar niet alleen kunst maken en gebouwen ontwerpen, maar hij zou ook het hoofd worden van het team dat Romeinse bouwwerken en sculpturen moest opgraven. Dus toen hij in Rome was aangekomen, kreeg hij de opdracht om een aantal muren in het paleis van de paus te beschilderen. Dit is er één van. Dit werk kennen we als de Disputa, wat zoiets betekent als debat of discussie in het Italiaans. De figuren zijn net iets kleiner dan levensgroot. Dat kun je zo op een schermpje niet zien, maar je zou er eens voor moeten gaan staan. Dan krijg je een beetje een idee van hoe groot het is. En waar discussiëren deze figuren dan over? Ze hebben het over de Eucharistie. Dat was een centraal thema voor de kerk van Rome in die tijd. Het idee was dat Christus op mysterieuze wijze nog aanwezig is op aarde in de vorm van een hostie die de priester uitdeelt aan de gelovigen. Dat wist men omdat Christus bij het laatste avondmaal, toen hij het brood omhoog hield, had gezegd: dit is mijn lichaam. In het midden zien we de heilige hostie in een zogenaamde monstrans. Monstrans is een mooi voorwerp van edel metaal waarin
reliquieën of andere heilige voorwerpen worden bewaard. En aan beide kanten van die monstrans staan groepen te discussiëren, wetenschappers, maar ook figuren van de kerk, theologen. Dat kunnen we zien aan hun kleding. Net boven die monstrans zien we de heilige drie-eenheid. De duif, die staat voor de Heilige Geest. Daarboven Christus en daar weer boven God. Naast Christus zitten Maria en Johannes de Doper, die al vanaf dat ze baby waren, bevriend waren met elkaar. Hè? Jezus en Johannes de Doper, dat zagen we op het werk van Leonardo, dat die twee nog een baby waren. En daar weer naast op de wolken zitten allerlei andere figuren uit de Bijbel. De wiskundige precisie van dit werk is ongelooflijk knap. Er loopt een kaarsrechte verticale as door dit fresco en op die as zien we drie gouden cirkels die steeds kleiner worden. Achter God de grootste, achter Christus een iets kleiner en achter de duif de kleinste. En dan daaronder de cirkel van de monstrans. Daarmee wil Raphaël aangeven dat het woord van God via hem uiteindelijk tot de mens komt. En kijk ook eens naar dat mooie centraal perspectief, wat we bij Botticelli eerder al voor het eerst zagen. De witte lijnen op de vloer komen allemaal samen in het verdwijnpunt achter die monstrans, waardoor dat het onderwerp van de aandacht wordt en niet al die figuren daaromheen. Alle figuren zijn overigens wel als individuen afgebeeld met eigen emoties en handelingen, net als die discipelen in Leonardo's laatste oordeel. Vooral die kerel rechtsonder is interessant. Daar zit in het echt namelijk een deur in die ruimte. Dus Raphaël moest een soort creatieve oplossing verzinnen om die voorstelling met die figuren toch een beetje om die deur heen te kunnen maken zonder dat het er heel lelijk uit kwam te zien. En zo blijkt ook weer dat het allemaal weer lijkt alsof Raphaël het zo op die muur heeft gezet. Dat het allemaal klopt ineens. Maar dat is natuurlijk niet zo. Van alle figuren heeft hij voorstudies gemaakt. En daarna werden die figuren mathematisch uitvergroot, zodat de verhoudingen precies hetzelfde bleven en werden ze met krijt op de muur overgetekend. Kijk, dat fresco is natuurlijk geweldig, maar die ontwerptekeningen zijn vaak minstens zo gaaf om in het echt te zien. Daarin zie je het ware talent van een kunstenaar. En voor de Italianen is Raphaël dan ook nog altijd de allergrootste. Hij ligt zelfs begraven in het Pantheon. We verlaten Italië weer even en gaan naar Duitsland. Dit is Albrecht Dürer, die hebben we in de inleiding al even gezien. Hij leefde rond het jaar 1500 en was de eerste Noord-Europese kunstenaar die echt op de hoogte was van wat er in Italië allemaal gebeurde in de Renaissance. Hier zien we een zelfportret dat hij had getekend toen hij pas 13 jaar oud was. Hoewel het werk van Dürer door veel kopers werd gewaardeerd, waren er met name binnen de Duitse adel ook veel mensen die niets van hem moesten hebben. Hij reisde daarom vaak naar Italië, waar hij het werk leerde kennen van onder meer Mantegna en Leonardo uit Noord-Italië en van Michelangelo en Raphaël uit Rome. En naar die laatste heeft hij zelfs een keer wat werk opgestuurd. Ook reisde hij naar Vlaanderen, waar hij het werk van Van Eyck en Patinier kon noemen. In de kunst van Dürer zie je dan ook invloeden van al die verschillende stijlen. Dit is een getekend zelfportret van toen hij 22 was. Hij kijkt in de spiegel en hij tilt zijn rechterhand op om te schilderen. Dat is dus niet zijn linkerhand, want hij tekent het in de spiegel. En hij houdt zijn hand zo dat er een pen of penseel in zou kunnen zitten, maar die heeft hij niet afgebeeld. En waarom staat dat kussen er nou op? Nou, op de achterkant van het papier staan er nog 6 kussens getekend. En uit aantekeningen blijkt dat hij die kussens gebruikte om de lichtval te bestuderen op verschillende vormen. Dan stompte hij in dat kussen om het een andere vorm te geven en dan viel het licht daar dus anders op. Dat zien we goed in deze voorstelling van Hieronymus, dat is ook een christelijke heilige die in de 4e eeuw een Latijnse vertaling van de Bijbel had gemaakt. Het is geen schilderij, fresco of een tekening, maar het is een techniek waar Dürer met name rijk mee was geworden, namelijk een ets. Daarbij worden lijnen getrokken in een koperen plaat en daar wordt dan een afdruk van gemaakt. Dürer was zo behendig in het aanbrengen van die minuscule details in zo'n ets, iets wat veel andere kunstenaars niet lukte, dat hij daar dus echt
in die tijd al super beroemd mee werd. Kijk maar eens naar hoe dat hout van het plafond echt op hout lijkt. Of die vacht van die leeuw, of die vacht van die hond. Dat is zo gedetailleerd gemaakt dat het net echt lijkt. Mahadure kon in die etstechniek ook spelen met zijn kennis van licht en donker. Daarvoor had hij geoefend op dat kussen. Hè? Het licht dat zogenaamd door dat raam naar binnen komt, creëert verschillende effecten op de figuren en de objecten in de ruimte. En maakt ook schaduwen. Dat spel met licht en donker zou een grote rol gaan spelen in het werk van kunstenaars in de 17e eeuw. Dan gaan we weer terug naar Italië. Kijk naar die Leonardo, Michelangelo en Raphaël zijn nog superheld schildpadden genoemd. Maar er was eigenlijk nog een vierde kunstenaar net zo groot in die periode. En dat was Tiziano Vecelli. Die kennen we als Tizian. Het verschil was alleen dat hij werkte in Venetië en niet in Florence, Rome of Milaan. En dat was echt een verschil. Dit is een zelfportret dat Tiziaan maakte rond 1592. Toen was hij al behoorlijk bejaard. Aan het begin van zijn carrière had hij les gehad van grote Venetiaanse meesters zoals Giovanni Bellini en Giorgione. Maar Tiziaan zou een stuk beroemder worden dan zijn leraren en werken voor de meest machtige mannen van de 16e eeuw. De gouden ketting om zijn nek was een geschenk van keizer Karel V. Die had hij gekregen omdat hij zulke fraaie portretten van Karel had geschilderd, die er eigenlijk niet al te fraai uitzag zelf. Portretten waren dan Tiziaans specialiteit. Kijk maar eens naar dit portret van een jonge man uit de machtige familie Farnese. Hij heet Ranuccio en hij werd door Tiziaan geschilderd in 1542, toen hij 12 jaar oud was. Die jongen dus, hè, Tiziaan. Het kruis op zijn zwarte cape is van de Orde van Malta. Dat was een aristocratische club van belangrijke figuren in Europa. Dat geeft nogmaals aan dat men in de Renaissance geobsedeerd was met sociale status. En portretten zoals deze waren een hele goede manier om die status te laten zien. We weten dat Ranuccio af en toe poseerde voor dit portret, maar een kind kan natuurlijk nooit zo lang stilstaan. Volwassenen trouwens ook niet echt. Dus de kunstenaar maakt vaak dan snel een paar schetsen van het gezicht en wat stukken van het lichaam, maar de rest schildert hij in een atelier zonder dat het model daarbij is om voor hem te poseren. Voordeel is dat een kunstenaar zo ook elementen kan toevoegen die de opdrachtgever wil, zoals een zwaard of een bepaald kledingstuk. En in de kleding van Ranuccio zie je ook waar Tiziaan in uitblonk, namelijk het effect van licht weergeven op kleur. Het is een ander genre uit Tiziaans oeuvre, namelijk het Bacchanaal op Andros, mythologisch verhaal. Hij had het gemaakt in opdracht van een man met de naam Alfonso d'Este, dat was de hertog van de stad Ferrara. Die was meer met kunst bezig dan met politiek en hij wilde alles weten van de klassieke oudheid. Dit werk is gebaseerd op een beschrijving van een Griekse schrijver in de Romeinse tijd, een zekere Philostratus. Die schreef een verhaal over het eiland Andros en op dat eiland stroomde een rivier van wijn. Die was gemaakt door de god Bacchus. En op het schilderij zie je hoe allerlei verschillende mensen naakt in Romeinse kleding en in kleding uit Titiaans tijd samen feest vieren en wijn drinken. In dit vrolijke land komen de klassieke mythologie en de 16e eeuw samen. En dan is er nog die rare blote vrouwen rechts onderin. Tiziaan was een specialist in het schilderen van blote vrouwen. Dat was dan ook vaak wat zijn mannelijke opdrachtgevers bij hem bestelden. En op dit schilderij lijkt ze niet eens echt iets te maken te hebben met de rest van de voorstelling. Dat heeft mogelijk te maken met een ander werk dat in dezelfde kamer van het paleis van Alfonso hing. Dat is dit werk, het feestmaal van de goden, was geschilderd door de leermeester van Tiziaan, Giovanni Bellini. Op dat werk ligt er ook rechtsonder een halfnaakte vrouw een beetje in haar eentje, terwijl de rest van het doek gevuld is met allerlei verschillende figuren in een vrolijk landschap. Nou, zoiets gebeurde wel vaker, dat schilders die met elkaar bevriend waren dit soort grapjes uithalen, dus dat ze dezelfde elementen in hun eigen werk gaan stoppen, als een soort knipoog of eerbetoon naar iemand anders.
In de late renaissance, dus een beetje de tweede helft van de 16e eeuw, waren er schilders in Europa die eens een keer wat anders wilden doen dan wat Leonardo, Michelangelo en Raphaël hadden gedaan. Zij hadden een bepaalde esthetische norm gesteld. En die standaard was ook behoorlijk hoog. En eigenlijk wilden veel jonge kunstenaars allemaal bereiken wat zij hadden bereikt. Maar ja, die grote drie waren nu dood. Dus ja, waren er ook kunstenaars die eens een keer wat anders wilden. En een van hen is Domenikos Theotokopoulos, die gelukkig een artiestennaam had, El Greco, de Griek in het Spaans. Hij kwam van het eiland Creta en had daardoor een andere opvoeding en opleiding gehad dan jonge Italiaanse schilders. En op zijn 26e vertrok hij naar Venetië, de stad waar allerlei culturen samenkwamen en waar op dat moment Titiaan de grote ster was. Later zou hij naar Rome gaan, dat werd geen succes. En naar Spanje, dat werd wel een succes. Hij ging wonen in de stad Toledo, een stukje onder Madrid, waar de koninklijke familie woonde en van wie hij opdrachten hoopte te krijgen. Zoals je op dit schilderij ziet, een schilderij van de stad Toledo waar hij woonde, had El Greco dankzij zijn achtergrond een volledig eigen unieke stijl. Kijk, hier hebben we weer een annunciatie. Zoals we die ook al zagen bij Botticelli en Leonardo. En dit werk was onderdeel van een groep van 6 dat in een kerk in Toledo kwam te hangen. En daarin zie je goed die kenmerkende stijl van El Greco. Met heldere kleuren tegen een donkere achtergrond en met hele langgerekte figuren. En dat is precies wat El Greco ook nu nog zo enorm populair maakt. Hij past eigenlijk niet helemaal in wat de esthetische norm was in zijn tijd. Hij doet eigenlijk iets wat moderne kunstenaars in de 19e en de 20e eeuw pas aandurven. Dat zie je goed in de figuur van die engel. De contrapposto-houding kennen we van het werk van Michelangelo, maar El Greco geeft daar letterlijk en figuurlijk zijn eigen draai aan. En dan is er nog dat kenmerkende penseelgebruik van El Greco. Hij doet iets wat de impressionisten eind 19e eeuw pas gaan doen. Als je van dichtbij kijkt naar zo'n doek van El Greco, dan zie je dat hij eigenlijk alleen maar een paar grote vegen zet. En daarmee krijgt het verhaal een heel mysterieuze sfeer, alsof er een soort hemelse gloed overheen zit. Kijk maar eens naar dit werk, het visioen van de heilige Johannes. Typische El Greco-stijl. En dit inspireerde Picasso in 1907 voor zijn beroemde werk Les Demoiselles d'Avignon. Lange tijd vonden mensen in de kunstwereld El Greco helemaal niet interessant, tot dus zo'n beetje begin 20e eeuw. Picasso en andere moderne kunstenaars gingen zien wat een lef die El Greco eigenlijk had om in een stijl te werken die helemaal nog niet bestond in die tijd. Hij was super avant-garde.